Sam Steijn, was de overwinning van afgelopen maandag wat jullie nodig hadden? Ja, zeker. Ja. Dat kun je wel zeggen. Ja. We hadden even geen overwinning gehad. En dan is het wel lekker als je dan toch 3 punten eindelijk weer binnen hebt. Verheid scoort ook weer vanaf de stip. Daarvoor was er nog een soort van momentje met Randy Wolters. Je had een onderrondje met hem. Wat gebeurde daar? Nou, Randy vindt het altijd leuk. En dat was ook bij mij vrije trap zo. Om dan je speler af te leiden. Dat vindt hij altijd leuk. Dat vind ik altijd wel mooi aan. Maar ik dacht, ja, dat gaat nou niet gebeuren. Dus ik zag hem al er naartoe lopen. Ik denk zo, nee, dat gaat niet gebeuren. Dus ik pak hem weg. En dat was wel even grappig. Want we kennen elkaar al even. Dat was wel even leuk. Waar kennen jullie elkaar dan van? Nou, van zijn tijd bij VVV ken ik hem al. En nou, ik heb nog even meegetraind hier bij ADO. Bij ADO gespeeld. Toen was ik er wel niet. Maar ja, zodoende voetballerij ken je elkaar allemaal wel een beetje. En zag je ook na de wedstrijd de overwinning vieren met Midden-Noord. Morgen zijn er weer 250 bij ongeveer. Hoe belangrijk is die support ook bij uitwedstrijden? Ja, onwijs belangrijk. Juist bij uitwedstrijden dan voel je toch een extra steuntje, een duwtje in je rug. Die is toch wel lekker. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja. Zeker morgen met zo'n pot. Die wil je gewoon winnen met het liefste met hoge cijfers en met publiek erbij. Dat helpt altijd wel. Ja, de vorige keer is het natuurlijk wel gelukt om met hoge cijfers te winnen van Dordrecht. Het was ook een succesvolle wedstrijd voor jou. Maakte een hat-trick. Is dat de beste wedstrijd van jou dit seizoen geweest? Of het de beste wedstrijd is, weet ik niet. Maar het was wel de wedstrijd met mijn meeste goals. Dus het is wel eentje die me zeker zal bijblijven. Ja. Nee, dat was een goede wedstrijd toen. Ook scoor je daar een fantastische vrije trap. Hoef je daar nog steeds veel op? Ja, zoals je net zag, heb ik er net ook wel op staan oefenen. Ik hoop er ook morgen weer eentje binnen te knallen. Ik hoop dat ik er een krijg, zodat ik hem binnen kan schieten. Misschien wil je het niet vertellen hoor, maar wat is je geheime recept voor de vrije trappen? Dat zeg je goed, dat wil ik niet vertellen. Nou, afgelopen maand heb je natuurlijk aardig wat duels gespeeld. Maart was een drukke maand. Wisselend resultaat. Hoe kijk je er zelf op terug? Hard gewerkt. Veel energie gekost. Zware wedstrijden gehad. Helaas ook bij sommigen toch teleurstellend resultaat. Zoals Volendam. Die eigenlijk toch eigenlijk had moeten winnen. Maar toch ook wel met veel vertrouwen. Ook omdat je toch ook wel prima wedstrijden gespeeld hebt. Zoals kom weer terug op Volendam. Dat was een goede wedstrijd. En daar kunnen we voortbeduren. En als je morgen wint, kun je natuurlijk dan blijf je aanhaken bij de plek om de play-offs. En zo hoog mogelijk te eindigen natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Er zijn nog een hoeveel wedstrijden nog? Voor onze 8. En ik weet niet of je vorig jaar nog weet met Go Ahead Eagles. Maar die hadden maar 1 dag op plek 2 gestaan. En dat was de laatste dag van de speel. Dat was de laatste speeldag. Dus ja, dat hoop ik nog steeds. Dus daar gaan we ervoor gaan.